Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Fellowship. Het is weer 7 uur, dat betekent natuurlijk weer Fellowship. Vorige keer zaten we hier in de Middle Earth. Zo te zeggen, ik ben er meteen uitgegaan, want ik heb twee ladder gekregen van een kou. Nee, één ladder zelfs gekregen van een kou. Je krijgt heights, maar ik had er nog één gekild en toen kreeg ik wel ladder. Dus dat is op zich wel chill. Ik heb dit ook een beetje uitgegraven zoals je ziet, dus daar ben ik ook best wel tevreden mee. Ja, dan hoeven we niet elke keer raar in. Want toen ik er ook uitging, uit Middle Earth, was ik daar boven en dat vond ik niet chill. Dus wat we meteen gaan doen is, we gooien, wat moesten we ook weer doen om een bellows te maken? Zo als het goed is. Dit hier zo en twee ladders zo. En dan hebben we een bellows en die moeten we hier naast neerzetten. En als het goed is, krijgt hij dan meer warmte. Dus dan moeten we meteen even wat hierin gooien. Dan hadden we, als het goed is, die sticks hadden we hier zo. En nu horen elke keer zo'n portal. Dat is niet chill. Ik doe even toggle downfall. Ik word ook echt helemaal gek van het regen. Daar heb ik ook geen zin in. Zo, dan... Oh, nee. Dat willen we niet. We willen dit erin gooien. Oh, hij is weer nog steeds veel te heet. Waarom wordt hij niet kouder? Oh, omdat we die bellows de hele tijd doen. Maar, weet je wat? Ik ga laten hem even afkoelen. Dus we maken hem eerst even kapot. Hoppakee. Zo, die is kapot. Kapot. Nooit meer terugzien. En dan neem ik meteen even een broodje. Hoppakee. Gooien we deze terug. Gooien we kool erin. En dit. En dan als het goed is, moet hij nu automatisch goed gaan. Hoop ik. Ja, even één keer aan dit dingetje. Hoppakee. Nog een keer. Hoppakee. En als het goed is, wordt hij nu... Stopt hij nu? Stopt hij zo meteen? Nu als het goed is? Nee, hij doet het gewoon. Kijk, hoppakee. Die bellows. Dus dat zorgt echt gewoon dat het prima werkt. Best wel chill. En dan krijgen we nu een hot iron rod. Hoppakee, die gooien we dus hierin. Hopsakee. En dan mogen we dus nu lekker gaan hameren. Oh, ik heb mijn hamer hierin gegooid. Nee, niet. Oh, dan missen we waarschijnlijk wat. Brood, sword, nog wat. Oh, we hebben een ornate hammer nodig. Oh, hoe krijgen we dat nou weer? Ornate hammer. Die hebben we nodig. Dan hebben we hot steel nodig. Wauw. Nou, dat hebben we nog niet. We hebben nog geen hot... Tenminste, steel. Hoe krijgen we steel? Dan heb je pick nog wat nodig, toch? Pick steel. Heb je inderdaad pick iron nodig. Nou, weet je wat? Het staat in ieder geval al klaar. Laat ik het zo houden. Wij gaan even naar Middle Earth. Ik wil daar even exploren. Wat we daar allemaal kunnen vinden. Oakwood planks. Even kijken waar ik al dit allemaal kan indumpen. Weet je wat? Ik dump gewoon alles in één chest. YOLO. Wat ik wel even wil. Ik wil dat dit gekookt worden. Die raw beef die we hebben gekregen. Oh. Mijn iron en zo. Dat wil ik wel allemaal in één chest hebben. Dat wil ik allemaal hier. Dan weet ik tenminste waar dat allemaal zit. Toortjes hebben we nodig. We hebben hier safe cooked eten dingen. swords. Ja, kijk. Die hebben we zeker weten nodig. We hebben ook even een pickaxe nodig. Wat we dan even moeten doen is niet die daar neerzetten. Even deze hier zo. Nee. Oh, ik hoorde een geest of zo. Ik hoorde iets. Het is niet echt chill om aan te horen of zo. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik ben toch sterk genoeg. Ik kan ze allemaal killen. Ik kan iedereen aan. Zo, dan moesten we deze hier boven elkaar doen. Hoppakee. Kunnen we meteen even een pickaxe maken. Weet je wat? Ik maak er gewoon meteen twee. Wat dacht je daarvan? Hoppakee. Pickaxe en pickaxe. Zo. Twee pickaxes gemaakt. Gooien we die terug. Deze gooien we terug. Deze gooien we terug. Die gooien we terug. Cobblestone hebben we op zich wel nodig. Dan gaan we even kijken of dit mooi is goed sorteren. Zo, drie hier. Hoppakee, vier. Zo. En dan doe ik mijn armor zo meteen aan. We hebben hier, we hebben mijn hand cannon. Die wil ik toch wel echt daar hebben. En een golden apple. En mijn armor, die heb ik hier zo. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik heb hier ook nog een useless dingetje, hebben we niet nodig. Zijn jullie er klaar voor? We gaan naar Middle Earth. We gaan even één hele episode... Even verkennen daar wat we kunnen vinden enzovoort. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik maak hier een trapje omhoog, anders komen we er niet meer in. Zo. We gaan naar Middle Earth. Ik weet niet wat we daar kunnen vinden. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar we zijn er nu. Middle Earth. Meteen een waypoint maken. Midnan Portal. Zo. Hoppakee. Ik heb een waypoint gemaakt. Ik wil bij de slechte horen. Lijkt me wel vet. Ik zit in Troll Shawls. Dat betekent dat ik hier ook meteen mijn huisje ga maken. Om de cirkeltje heen. Dus dat is wel chill. Even kijken. Ik wil hier weg. Ik vind het niet leuk hier zo. Dus ik moet hier even snel weg. Wat ik wil vinden is... elfen of
dwarfs of iets dergelijks. Want ik wil die allemaal gaan vermoorden. Waarom? Je hebt dat balkje daarboven staan. En als het goed is, als jij de goede vermoordt, dan hoor jij bij de slechte. En als jij de slechte vermoordt, hoor jij bij de goede. Zo gaat het ook werken met Project Lord of the Rings. Dus als je het afvraagt van hoe we dat gaan doen. De kipjes vonden het niet leuk om geslacht te worden, dus ik vermoorde ze. En mijn game crashte. Maar in ieder geval, zo werkt het in ieder geval dus. Hartstikke chill. Oh, er is een Lord of the Rings mod update available voor 1.6.4. Super chill. Ik zie daar in het noorden zie ik iets. Zien jullie dat ook? Helemaal in het noorden zien we een soort stadje of zo. Ja, kijk dat. Ik weet niet wat het is. Ik zit in Trollshaws. Ik weet niet waar dat ligt. Laat ik het even googlen. Trollshaws. Even kijken. Op de map. Nee. Geen map van ervan. Oh, het is een beetje bij Rivendell. Denk ik. Vlakbij Rivendell is het. Dus dat is niet chill. Wij moeten veel meer naar rechts dan als het goed is. Wat is dit? Waar in godsnaam zijn we beland? Wat is dit? Kunnen we hier binnenbreken? Nee, dat kan natuurlijk niet, hè? We hebben een button nodig. We moeten even een button maken. Hoe maak je ook weer een button? Zo, hoppakee. Zo, plaatsen we die hiernaast. Oh, dat kan ook niet. Wow, dit is echt heel goed geprotect. Dus ik kan hier nog helemaal niks, denk ik. Je moet hier echt een key voor hebben, denk ik. Nou, dan schiet het ook niks mee op. Laten we hier uitgaan. Kom op, die gun. Zo. Hoppakee. Dan lopen we. Oh god. Een bumpkin troll. Waar is mijn... Hier, hoppakee. Bam, jongen. We gaan een troll killen nu al, jongens. Bam, hoppakee. Troll plus 2. Dus, shit. Nu hoor ik meer bij de goeie. Shit. Dat wou ik niet. Ik hoor nu meer bij de goeie. Uh-oh. Ik wou geen troll killen. Trollen horen natuurlijk bij de slechte. En als ik die kill, ja, dan heeft het geen zin. En nu vallen... Oh nee, de orken vallen me aan. Oh nee, ork, ik wil bij je horen. Oh, snel wegrennen. Ik moet elfen zoeken, ik moet die vermoorden. Er zit een ork achter me aan. Oh god. Oké, laten we de andere kant dan opgaan. Misschien staan er wel... Wat is dit trouwens? Blackberry. Found in wet areas. Oké. Hey, ik heb mijn button weer terug. What the fuck? Dat wou ik niet. Laat ik dan maar gewoon even pagen meenemen. Niet alles. En dan ben ik daar 10 uur mee bezig om alles te collecten. Hebben we ook geen zin in. Een Trollshaws. Dat betekent dat het dus een enemy area is. Blijkt dus. Want er zitten hier dus overal enemies. Nou ja, orks. De slechte. Een Uruk-hai. Nee, ik wil bij jullie horen. Een wark. Nee, wat gebeurt er met mijn scherm? Waarom wordt alles wit? Oh god. Nee, ik wil bij jullie horen. Wow, ik zag daar wat. Zag je dat? Ik zag hier wat onder. Al die Uruk-hais vallen me nu aan. Dat wil ik niet. Dat is niet cool. Dat is niet cool, bro. Oh nee, dus heb je nog meer Uruk-hais en zo. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ik moet elfen zoeken en ik moet ze gaan vermoorden. That's it. Waar is mijn portal? Cave hier verder gaan. Spawner. Waar de fuck was mijn portal? Dat was hier toch ergens? Of ben ik nu helemaal gek? Daar is hij. Waarom is mijn waypoint weggegaan? Dat vind ik echt heel vreemd. Waarom is mijn waypoint weg? Oh god. De hele wereld moet nog generate. Dan ziet het er ook heel erg glitchy uit. Ik wil jullie niet vermoorden. Ik wil bij jullie horen, orks. God damn it. Nou, ik maak in ieder geval weer een nieuwe waypoint hier aan. Wow, wat is gebeurd met mijn minimap? Fuck. Oké, die ork is gelukkig weg. Maak hier weer een waypoint aan. Portal. Hoppakee. Een portal gemaakt. Portal waypoint gemaakt. En laten we maar dan de andere kant op gaan lopen. Kijk, blueberry. Om, nom, 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 nom. Blueberry bush. Bush. Kijk, hoppakee. Die wil ik ook wel meenemen. Geeft net zoveel levens als die andere. Best wel chill. Nog meer Uruk-hais naar beneden. Nee, ik wil niet tegen Uruk-hais vechten. Kom op. Hoe vaak moet ik dat nou vertellen? Ik wil... Oh, shit. No, please. Have mercy. Oh god, wat is dat? Een ork. Een ork archer, denk ik. Wauw, er zitten hier echt heel veel orks. Ik wil bij de orks horen. Waarom vallen jullie me aan? Waar zijn de elfen? Ik wil de elfen vermoorden. Where are the elves? Was het geen slim idee om die troll eigenlijk te killen. Maar ik dacht dat die... Oh god, nog meer orks. Ik kan ook natuurlijk bij de goeie horen. Maar ik zit nu natuurlijk in een enemy gebied. Dus een ork gebied. En het lijkt me in ieder geval niet zo handig om dan oorlog te hebben met orks. Dan wil ik liever oorlog hebben met elfen tegen de goeie en zo. In plaats van tegen orks. Dat lijkt me niet zo chill. Ik zie daar wel een soort toren. Ik weet niet of het een toren, een huisje of zo.
Ja, dit hoort ook bij de orks. Oh shit. Ja, sorry. Damn it. Kan ik er nou echt helemaal niks aan doen? Omdat ze... Oh god. Oh god. Nee, nee. Ik wil jullie niet vermoorden. Have mercy. Ik wil bij jullie horen. Nee, nee. Oh shit. Ze komen achter me aan. Oh god. Snel weg hier. Snel weg hier. Wegrennen. Misschien is het wel handig om mijn armor aan te doen. Daar is er nog één. Wauw. Ik moet wel erg ver lopen. Waar ben ik nu? Nog steeds in Trollshaws. Oeh, daar staan planes. En Damien, die zat goed dus in planes. Dus wellicht betekent dit... dat ik daar elfen kan vinden. Ik moet er gewoon 2-3 elfen vermoorden. En dan zit ik al goed. Dan ben ik al... dan hoor ik al bij, zoals het goed is. Dan vallen ze me niet meer aan. Oké, geen enemies hier. Geen enemies rond mij. Helemaal niks. Oké, het is veilig om daar naartoe te gaan. Oh, laat alsjeblieft hier gewoon de goeie zitten. Oh, wat is dat? Oh mijn god, jongens, kijk eens op mijn map. Weet je waar we zijn? We zitten nu als het goed is in... hoe heet dat gebied ook weer? Rohan? Nee, niet Rohan. oh shit, er komt een wark op me af. Nou, weet je wat, ik moet die nog maar even killen. Sorry, plus 2 wark. Damn it, ik hoor nu alleen maar meer bij de goeie. Maar daar zit in ieder geval de goeie. Dat weet ik 100% zeker. Want dit, Rohan en zo, dat hoort niet bij de slechte. Kom op. Waarom zijn hier nog meer slechte dan? Shit. Kom op. Ja, elfen. Oh, thank god, elves. Laten we een golden apple van meenemen. Oké, kill ze. Kill de elves. Hoppakee, bam. Ja, kill them all. Hoppakee, Vreenor de elf. Hoppakee, min 2 elf. Kijk, dit is goed. Dit is goed, jongens. Hoppakee, kill them all. Kill the elves. Ze mogen van mij betreft allemaal doodgaan. Zo, misschien is het handig om wat armor aan te trekken. Denk ik nu aan. Zo, hoppakee. Trek mijn armor aan. Nee, jullie elves gaan dood. Shit, elves zijn natuurlijk fucking goed met bogen. Kom niet achter. Hoppakee, nog één. Bam, min 4. We horen al lekker bij de enemies, jongens. Ik ben tevreden mee. Crime Surgeon de Elf. Oké, tof voor jou. Hoppakee, dood. Ik maak hier een waypoint. Bomenstad ding. Hoppakee, Bomenstad hier zo. Schieten die ook even neer. Maedros, de criminal... De Celebridal Elven. Ik wil wat. Hoppakee, jij bent dood. Yes, jongens, dit gaat goed. Amroth. Ik weet niet of het allemaal echte namen zijn, ook uit Lord of the Rings. Dat weet ik echt niet. Ik denk het wel, maar... het zou zomaar kunnen dat het ook gewoon random elfennamen zijn. Nefredil. Hoppakee. Elf. Nog een elf. Hallo. Die elfen die vragen gewoon om gekild te worden, hè. Hoppakee. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Oh, shit. Maar mijn zwaard is wel bijna kapot. Dan gaat het niet meer zo goed. Gelukkig heb ik 2 zwaarden mee. Hey. Wat handig. Wat handig ben ik weer. Holy shit. We moorden dit gewoon allemaal uit, jongen. Een golden appeltje nemen. To be sure. To be safe. Hoppakee. Elfen. Min 22 ben ik al. Zo, droppen ze nog wat leuks. Een warkbone heb ik. Nou, dat is niet zo leuk. Dat vind ik weer heel zielig. Zo, nou, weet je wat? Ik heb nu al genoeg. Ik ren even dit huisje in. Want ik denk dat ze ook, heet dat, respawnen. Niet zo super chill. Golden apple even nemen. Ja. Chillax. Als het goed is, horen de Uruk-hais nu bij me. Zal ik het gewoon even proberen? Ja? Kijk, ze doen niks meer. Ze doen niks meer. Ik hoor bij ze. Yeah! Uruk-hais, you're my friend, bro. Barley seeds. Ik heb hier een Malnorn sword. Hebben we niks aan. Want we willen natuurlijk Uruk-hai dingen. Wat moeten we doen? Want dit is natuurlijk wel een elfen city. En die wordt aangevallen door Uruk-hais. Hoe maken we Uruk-hai? Uruk-hai dingen. Uruk-hai helmet bijvoorbeeld. Dat wil ik wel. Lijkt me wel vet om te hebben. Nee, dat kunnen we niet krijgen. Scimitar. Een crafting table. Hoe maken we een Uruk-hai crafting table? Moet je waarschijnlijk zoeken dan. Of dat moet ik even binnenkort even kijken hoe ik dat allemaal moet fixen. Zo, bam, hoppakee. Jij gaat dood. Want ik wil even jullie huisje. Dat is een kippenhuis. Oh nee, niet. Wow, what the fuck. Maar plates. Maar eten. Oeh, serieus gewoon allemaal eten. Mugs. Oeh, kegs. Super chill. Dat is gewoon bierkeg. Een beerkeg. Kom maar, die wil ik wel meenemen. Dat is mijn bier. Ja, yeah, kom maar mee. Dat is al mijn bier. Oh shit. Oh shit. Hallo, get out. Hoppakee, je hoort hier niet. Je hoort hier niet thuis. Zo. Mogen we bier meenemen? Nee, dat mogen we niet. Oh, wat is dit? Warfur. Sorry, ik wou jullie ding niet vermoorden. Wat voor oor is dit eigenlijk?
Rohan Briggs. Nee, dat willen we niet. Candler. Oeh, carrots. Dat is wel heel handig om mee te nemen. Hetzelfde geldt voor potatoes. Hebben ze hier raw potatoes? Nee, maar we kunnen nu wel carrots verbouwen. Dat is in ieder geval wat chill. Kijk, carrots. Hoppakee. Hier is niks. Kunnen we hier niet in kijken met rechtermuisknop? Nee, kunnen we ook niet. First city, guys. Oh, er zitten hier overal enemies. Hoppakee. Ik kan jullie wel killen. Hoppakee. Die is dood. Weet je wat? Ik heb nu wel genoeg gehad. Ik ga daar even terug. En dan in de verte zie ik nog een huisje. En als het goed is, zitten daar ook allemaal Urukais en zo. Best wel vet dat dit allemaal zo wordt. En het leukste is, je ziet nu al deze mensen hier zo, hè. Die komen ook allemaal in Project Lord of the Rings. Dus dat is wel hartstikke vet. Je kan je eigen leger kan je zo meteen opzetten. En dat is best wel heel erg vet. Laten we even kijken. Wat zit hier nog meer? Oh, dat is hetzelfde huisje. Misschien heb je hier wel potatoes of zo. Green apples. Fuck, green apples. Zie ik niet. Laten we die nog maar even mee gaan nemen. Hoppakee. Voor de rest ziet hier ook echt helemaal niks. Yo, Urukai. Kan ik niet met jullie ruilen of zo? Nee, kan niet. Nou, weet je wat? Ik heb genoeg gehad. Ik ga weer even terug naar mijn huisje. Lijkt mij in ieder geval wel verstandig. Om even al dit loot even erin te proppen. En wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Raspberry. Saturated thing. Wat? Hoppakee. Laten we dit ook even meenemen. Zo, lekker veel berries meenemen. Hoppakee. All berries for me. Blueberry bush. Zo, hoppakee. Ik kan mijn gear kan ik ook best wel uitdoen. Brains hebben we niet nodig. Nou, weet je wat? Dat aluminium en shit hebben we ook niet nodig. Ga ik toch nooit echt gebruiken. En Elandor kan ook weg. Zo. Dan moeten we even kijken hoe we dan... Want je kan ook een hoorn maken als het goed is. Een Ender Golem hoorn. Nee, een Horn of Command. Dat moeten we ook maken. Moet je met bronze maken. Halt units, forward units. En je hebt heel veel. Je hebt in ieder geval echt heel veel hier om te doen. Je hebt ook heel veel dungeons enzovoort. Alleen mijn vraag even aan jullie is... Hoe in godsnaam kan ik een Urukai gear maken? Want het is natuurlijk super tof als we dat kunnen fixen. Urukai's gear en weet ik veel wat. Gewoon in ieder geval alle toffe gear. Als we dat kunnen fixen, dat hoort er natuurlijk bij. Alleen als ik nu kijk, ork bijvoorbeeld. Nee, moeten we wel echt... Oh, hier, ork. Een ork helmet. Hoe maken we dat? Hoe maken we een ork helmet? Ork steel ingots. Dat hebben we nodig. Morgul iron. Oh, dat hebben we denk ik nodig. Dat hebben we denk ik niet nodig. En dan moeten we een crafting bench vinden. Ork steel ingots. Dat hebben we dus nodig. Dan moeten we dus binnenkort even kijken of we naar Mordor kunnen of zo. Ik weet in godsnaam niet waar die is. We zitten nu in Trollshaws. En dat is helemaal bij Rivendell. Dus dat is een eindje verderop. Ja, daar heb ik ook weer helemaal geen zin om naartoe te gaan. Maar het moet maar even. Ik ren even snel hier naar dit... Raar dingetje. Wellicht kunnen we hier ook dikke loot vinden. Misschien vinden we hier wel orkhelmen. En weet ik veel wat. Laten we even kijken. Oeh, een chest. Kijk, daar ben ik blij om. Hier ben ik blij om. Zit hierin? Water shield en call rain. Een earth essence. Een earth essence. Nou, weet je wat? Deze gooi ik maar terug. Ik wil eigenlijk een water shield meenemen. En earth essence. Wil ik meenemen. Oh, hier nog meer. Een ice rune. Een arcane compound. Oh god, ik wil alles meenemen. Ik wil echt serieus alles meenemen. Ik moet binnenkort even een spelboek maken dan. Dan kan ik al die spells kan ik gewoon zo casten. Lijkt me wel sick. Dan hebben we in ieder geval heel veel essence ook nodig, denk ik, ervoor. Even kijken, mijn huis... Of mijn huisje. Mijn ding is, als het goed is, hierboven. Dus laten we daar maar even naartoe gaan. We hebben in ieder geval dik gediscoverd. Ik weet dus dat onder... De goede zitten en daarboven denk ik dan de enemies. Dus ik denk dat we dan omhoog even moeten gaan. En als het een beetje zwart wordt, is het een beetje van... Nee, wacht niet. We moeten rechts gaan. Want dan is hier Moria ongeveer, denk ik. Als het zo klopt. Dus aan de rechterkant is Moria een beetje. En daar kunnen we ook wel naartoe. Ik denk dat je in Moria een beetje dwarven. Want dan kan je allemaal van dwarfs maken. Dwarven shuffle en zo. En dwarven leggings kan je ook maken. Dwarven spear kunnen we vinden. Kunnen we dat in ieder geval allemaal gebruiken. Want het is natuurlijk best wel heel vet. Als we een Urukai zijn bijvoorbeeld. En we hebben Urukai's gear aan en zo. Maar als je dan een zwaard hebt bijvoorbeeld van een bekende dwarf of zo. Dat geeft ook heel veel honor aan. Als je dat in een echte battle deed bijvoorbeeld. Dat je met een zwaard vechtte bijvoorbeeld van je vader of zo. Dat bracht altijd heel veel eer op om zo te zeggen. Even kijken. Cave hier verder gaan. Portal. Wat is dit? Spawner. Nee, ik moet daar naartoe. Dat bracht altijd heel veel eer om zo'n zwaard door te dragen. En het is best wel vet als hij dan bijvoorbeeld iemand anders zwaard stil of zo. Want het zijn natuurlijk de enemies.
No mercy, snap je? En ja, honor moet je altijd wel hebben. Dus je moet altijd wel aan anderen denken. Dus je moet niet zeggen bijvoorbeeld, dit is mijn vaders zwaard, bla 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 bla. Het is een heel uniek zwaard, voor 20 jaren al in een familie geweest, weet ik veel wat. Dat je die ineens kapot maakt of zo. Dat moet je niet doen, dan moet je hem altijd bewaren. Dat betekent honor, dat is eerlijkheid. Je moet wel altijd eerlijk zijn tegen je enemies, vind ik. Behalve als het natuurlijk tegen oorlog is. Maar je moet 9 van de 10 keer is het wel altijd wel eerlijk om eerlijk te zijn. Snap je? Eerlijk om eerlijk te zijn. Even kijken, als het goed is zitten we nu in mijn huisje weer. Ja. Oeh, dat deed veel damage. Maakt niet uit, we zijn sterk genoeg. We are strong enough. Nee, ik moet hierin, hè. Ja, kijk zo. Hoppakee, zitten we in ieder geval terug in mijn huisje. Daar is mijn portal. We zijn in ieder geval Middle Earth geweest, maar als allereerst wil ik nu toch best wel... Wat fuck doe jij nou weer? Wil ik toch best wel even dat broodsword afmaken. Dat lijkt me in ieder geval wel vet om te maken. En een spelboek, dat zijn we in ieder geval super sterk. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken van deze super awesome fellowship. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet op dat groene duimpje te klikken. Voeg hem lekker aan favoriet en vergeet niet op dat abonneerknopje te klikken. Wow, dat kwam niet uit. Als je dat nog nooit hebt gedaan, klik erop. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de like. En peace.